place inside where all your cravings hide. No reason left to fight, 'cause dreams come alive. Leuk dat jullie deze video weer hebben gezien. Je gaat je waarschijnlijk afvragen, waarom maak je twee video's? Dat komt omdat ik een nummertje heb gehoord. En ik vond dat nummertje zo intens, dat ik dacht van, hey, die wil ik gebruiken in mijn video. Maar het probleem was, ik had mijn video, de supermoto wheel dingen reveal, had ik al klaar. De video daarvan. En toen pas kwam dat nummer uit. Dus toen dacht ik zo van, hey, ik verveel me, laat ik even een tweede edit maken met dat muziekje. Dus die edit heb je zojuist gezien. Ik vind hem zelf wel leuk geworden. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar wat je vindt mag je houden. Ja, dat is een beetje dom. Dit is het dus. Ik hou van ze. Eén nadeel is, ik heb deze velgen tweedehands gekocht. Deze wielen. En hier zit een band op. Je ziet het waarschijnlijk niet op de camera. Maar die loopt af, zeg maar, per stukje profiel. Je hebt hier allemaal lapjes. Profiel zitten hier omheen. Allemaal smerige vleeslapjes. Die lopen dus af. Dus er wordt een bultje en een bultje en een bultje en een bultje en een bultje. Als je dan rijdt, dan steuter je zeg maar alle kanten op. En dat is kapot irritant. Ik, weet je wat ik wil? Naar beneden pissen, dus ik doe het ook gewoon. Dit moet natuurlijk een hele grote zwarte balk worden. Wat dan penis voorstelt. Dit wordt natuurlijk gecensureerd, want... Dit mag uiteraard niet op YouTube. Maar wil je hem nou een keer in het echt zien of aanraken? Dat mag natuurlijk altijd. Laat dan even een reactie achter. Ja, vraag me ook niet waarom de spiegel nou zo zit. Toevallig omdat ik moest kijken of mijn camera het wel deed. Ja, dit zijn dus de sumo's. Ik vind het wel leuk. Ik ben er blij mee. Tommy en ik zijn gegaan voor de sumo's. Omdat nadat we dus achternaast zijn gezeten door zo'n fucking smerig boswachtertje. Dan zijn we eigenlijk nooit meer off-road gaan rijden. Ja, wat op zich wel logisch is. Ik denk dat jullie het wel begrijpen, maar... Als je dan de hele tijd over de weg rijdt met je crossvelgen... En dus je crossbanden... Dan slijt dat heel snel. Ik gleed net uit over mijn eigen pis. Kut. Daarom hebben we gekozen voor sumo's, want dat slijt gewoon minder snel. Natuurlijk blijf ik crossen. Ik ga toevallig volgende week naar een vriend toe. Dan gaan we in een weiland crossen. Dan moet ik de pasbussen weer andere pasbussen erin doen. Voor de crossvelgen. Ook deze eraf halen, de crossvelgen erop. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kutwerk, kutwerk, kutwerk. Maar ja, alles voor de video, hè. Nou, dat was het wel. Bedankt dat jullie ook deze edit weer hebben gekeken. Het is eigenlijk gewoon eenzelfde video. Of na dezelfde beelden onder een ander nummertje. Een beetje anders bewerkt. Maar ik vond het wel een leuk nummertje. Dus ik denk, ik pomp gewoon even twee edits.
Yes. Hey, vergeet dan ook niet te abonneren. Ik zou het heel erg waarderen. Zoals jullie ook weten, wil ik rapper worden. Hebben jullie ook gezien in de motorvlog van 2 weken geleden. Ja. Dus daarom abonneren, waarderen. Het rijmt. Ik ben een rapper. Nee, maar vond je het nou serieus een leuke video? Laat het dan even weten. Dan weet ik dat ik zo door moet gaan. Geef me een steuntje in mijn rug. Tot kijken.